Feesten van regeringsleden dragen geen goedkeuring van het ministerie van Volksgezondheid. Zo reageert minister Amr Ramadien op de kritieken, al zou vicepresident Ronnie Brunswijk in verband met zijn jaardag een feest hebben georganiseerd. Op social media is er flink afgegeven op de manier waarop de vicepresident zijn jaardag heeft gevierd. Minister Ramadien zegt dat feesten nog steeds verboden is en dat er daarop geen uitzondering mag worden gemaakt. Feesten zijn niet toegestaan, maakt niet uit wie je bent. De vicepresident weet ook wat mijn mening is. Hij is trouwens ook in de COVID-structuren ook de verantwoordelijke. Wij hebben gesteld dat het niet goed is. En ik zeg niet dat het niet goed is, omdat ik de vicepresident ook alles wil gunnen. Ik wil elk persoon wat gunnen. Maar in elk geval, ik ben niet op de hoogte van een feest geweest. Ik wist het niet. En ik heb sowieso gezegd, wij gaan afkeuren als iets niet goed is. En dat doe ik ook. Het is niet correct, het kan misschien op een andere manier, maar uiteraard, de vicepresident gaat nu naar hem toe en ik zal hem ook persoonlijk zeggen, want nu pas zie ik hem weer na een week. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie praat niet over een feest. Volgens de bewindsman heeft de vicepresident bezoek ontvangen. Amoksi zegt dat er speciale voorzieningen waren getroffen, zodat mensen de vicepresident konden feliciteren. En dat is bijvoorbeeld dat er een wegomlegging was. Er is toegezien dat de COVID-maatregelen nageleefd worden, dat er niet te veel mensen daar zijn, dat mensen mond- en neuskap op hebben, dat afstanden worden gehouden. Al die voorzieningen zijn in acht genomen. Dus als ik een feestje wil organiseren met inachtneming van de COVID-maatregelen, mag dat ook? Nu wilt u mijn woorden in de mond leggen. Vraag, minister. Feestjes zijn verboden tot op heden. Dus... U stelt vast dat er een feest is gehouden. Ik zeg, er is geen feest gehouden. De vicepresident heeft wel mensen thuis ontvangen. Daarom is er ook een wegomlegging geweest, zodat er geen toestroom van mensen en voertuigen daar waren. En ik kan u garanderen dat de bezoeker die de VP heeft ontvangen, binnen de perken was van de wet. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. Hij is het niet eens dat beweerd wordt dat vicepresident een feest heeft georganiseerd op zijn verjaardag.